Ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik heb het enkele dagen geleden in een video over Nvidia gehad. Een techbedrijf, een van de beste bedrijven. Alleen het probleem is, er wordt heel veel geld voor de aandelen betaald. En ik vind ze dus overgewaardeerd. Maar wat ik toen nog niet wist, en wat 2 dagen geleden bekend is geworden, is dat het bedrijf het aandeel gaat splitsen. 20 juli ga je voor 1 huidige aandeel 4 nieuwe aandelen krijgen. En dat is interessant, want zo'n splitsing is meestal goed voor de koersen. En nou, ik wil in ieder geval even laten zien. We gaan eventjes naar Yahoo Finance. Je ziet al, op 11 juni is bekend geworden dat ze gaan splitsen. En hier staat al in het artikel dat ze 1400% hebben afgeleverd de afgelopen 5 jaar, het aandeel, dat het zo hoog is gegaan. En dit jaar in 2021 al 32% gestegen. Dus ik heb wel gelijk als ik zeg, ja jongens, dit is al zo ongelooflijk ver doorgeschoten. Het is overgewaardeerd. Maar dan komt die splitsing nog. Nou, en die splitsing, daar wil ik toch eigenlijk op gaan inzetten. Hier staat hij ook, die gaat in effect op 20 juli bij de opening. En dan wordt ieder aandeel van 700, wordt dan 175, maar je krijgt er dus 4 voor 1 oud aandeel. Nou, ik ga eventjes naar een andere website, mijn eigen website. En als we dan naar de beurskennisbox gaan, dan zien we daar aandelensplitsing. En dan ga ik toch eventjes heen. Wat er gebeurt? Het is een aandeel wat al heel erg gestegen is met zo'n aandelensplitsing. Dan komt die aankondiging en dan krijg je weer een hype. Die gaat, en dat zien we nu, dat die weer procenten omhoog gaat. Dan zien we daarna een correctie. En dat moet nog gebeuren. Dus dat is een beetje link als je nu instapt. En vervolgens zie je voor die splitsing weer een enorme stijging. En na de splitsing, ja, dan is het niet altijd, maar wel vaak al over. Waar we nu zitten, is net na die aankondiging. Dus we zitten nu in deze stijging. Dan komt er nog een correctie. En dat is dus eventjes een puntje van, ja, ga je daar nou mee zitten of niet? En dan zie je dan net richting die splitsing, zie je hem toch weer stijgen. Dat is normaal gesproken de gang van zaken. En dan zie je na de splitsing een daling, maar dat is ook wel weer dat je hem door ziet trekken. Want we hebben gezien als de hype maar doorzet, de bredere hype, dat het flink doorzet. De koers heeft een neiging terug te willen naar de oude koers. Nou ja, en na een splitsing van 1 op 2 is dat heel makkelijk. Bij 1 op 4 is dat natuurlijk veel moeilijker. Maar ja, hij wil verder omhoog. En een splitsing is meestal heel goed voor de koers. Dus in die zin is het interessant. Het is speculatief. Het is een ongelooflijk mooi bedrijf. Ze doen het hartstikke goed. Maar het is nu te duur. En dan is het de vraag, ja, wil je dan mee in deze speculatie? En, de speculatie van ja, de splitsing. Het is puur op de hype waar je dat dan doet. Maar goed, dat zou je kunnen overwegen. En ja, goed. In het ergste geval zit je met een heel goed aandeel in je maag. Daarvan moet ik wel zeggen, Microsoft was in 2000 ook een heel goed aandeel. Het duurde 16 jaar voordat Microsoft koersaandeel dat weer terug was op het niveau van 2000. Dus ook bij een heel goed aandeel, als het misgaat, kan het heel lang duren voordat het weer goed komt. En dan zit je dus al die jaren met zo'n aandeel als je niet het verlies neemt. Dus dit is risicovol. Ja, goed, wat doe je ermee? Dat moet je dus helemaal zelf weten. Maar het is speculatief interessant om mee te lopen op die hype naar aanleiding van de splitsing. Ik neem het maar even mee, omdat ik volledig wil zijn, omdat ik dit niet wist toen ik dat videootje maakte over Nvidia. Want het is interessant, maar weet wel dat het daarna wel heel moeilijk wordt om die hoge waardering te houden. Dus neem op tijd je winst als je toch meegaat in dit verhaal. Nou, daar wou ik het eigenlijk voor wat betreft Nvidia bij houden. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal, abonneer je dan. En vond je de video interessant, geef een like. Heb je verder vragen of opmerkingen, zet ze hieronder. En hou het vooral positief. We willen allemaal wat leren van beleggen. En op elkaar schelden heeft weinig zin. Dus hou het positief. En heb je een bijdrage? Want zo ben ik ook aan deze splitsing gekomen. Ik had het niet gezien en daarna heb ik er ook niet meer op gelet. Maar dankzij dus iemand die aangaf, joh, die splitsing die komt eraan.
denk van ja, dan maak ik eventjes een nieuwe video. Want het is interessant. Ik weet niet of het winstgevend gaat worden, maar het is zeker interessant. Goed, tot de volgende keer. Houdoe.